Goed mensen van Project Minecraft, ja, mijn naam is Duncan en welkom bij een nieuwe aflevering van de Temple of Nox. Wij zijn hier bij dit stukje waar wij dus een puzzel hadden of whatever. En we moesten met die pressure plates die heel veel damage doen, moesten wij aan de overkant komen. Dus laten we dat maar doen. En de vorige aflevering, ik zei al van, ik vind het moeilijk om hier een ingang te vinden. Moesten we over de cobblestone lopen of onder de cobblestone. Oh! Wacht, dat werkte? Oh my god, dat werkt. Oh, wacht. Volgens mij, even kijken. Wacht, we hebben hier het patroon van cobblestone. Ja, let op. We hebben hier op de map... Nee, dit weet ik nog. Ik zei in de vorige aflevering zei ik dat ik, dat ik op de map... Hier zag ik dit. Alleen toen stapte ik dus blijkbaar mis. Maar volgens mij is het dus zo dat de cobblestone... Dus het pad, het witte pad aangeeft van dit. Dat dat het goede pad is. Dus laten wij... Yes! We hebben hem! Nice! Oh my god. Oké, wacht. Dan moeten we hier dus voorzichtig die kant op lopen. Zo. En nog even zo lopen. Oh! Oh! Oh nee. Oh shit, man. Oh my god. Dat is zo irritant moeilijk. Want het is zo moeilijk. Oh my god. Even kijken. Nou, nu zijn we hier. Oké, dan gaan we hier gewoon weer even rushen en dan gaan we naar links en dan hebben we hier weer dit ding. En dan kunnen wij weer het cobblestone volgen. Want we liepen dus niet helemaal perfect. Dat is dus een beetje moeilijk al. Shit. Oké, dus zeg maar niet verder dan deze. En dan, oh, dan moeten we zo'n slangenweg moeten we lopen. Of, ja, we moeten dus een slangenweg lopen. Dus we moeten hierheen en hier. En dan nog eentje verder. Oké. We doen het heel voorzichtig. Want zoals je net al zag. Dan ben je op één. Ben je dood. En dat wil je niet. Dus daarom laten we hier maar ook zo even zo lopen. En dan nog eentje verder. Ik doe altijd nog maar. Liever één te kort dan eentje te ver. Laten we het zo zeggen. En dan gaan we hier gewoon jumpen. Yes. Oh my god. We hebben hem. Oké. Cool. Nou. We hebben dus twee kanten waar we op uit kunnen. Hier hebben we dus eentje. En dan kunnen we. Oh hey. Skeletons. Hi. Oké. Die spannen daar dus opeens. Dat is wel heel vet in 1.8. Dat je dus als je in een bepaalde region komt. Dat die skeletons dan. Of dat er dan mobs gespand worden. Of dat er redstone wordt getriggerd. Want nee, het is niet dat hier zo'n dingetje staat. Hoe heet zo'n ding? Geen idee. Nu ben ik de naam kwijt. Van die tripwire. Dat zocht ik. Het is niet dat hier tripwires staan. Dus dat vond ik een beetje apart. Even kijken. Hier zitten faces toch? Kan ik daarbij? Ik weet niet. Het wordt lastig om zo'n... om daarbij te komen met parcours, denk ik. Alhoewel, het is te doen. Golden apples. Nice. Aight. Daar hebben we dus wel wat aan. Want ja, met golden apples kan je natuurlijk superveel. Dan wil ik nog heel even kijken wat hier zit. Oh, hier zit een battle natuurlijk voor die iron. Oké. Nou, laten we dat maar even doen. Pop. En nu komen ze in de fik te staan. En komen wij bij de battle voor... De iron stuff. Oh shit, ik word in mijn rug geschoten. Gelukkig hebben we twee golden apples hiervoor. Dat is natuurlijk super chill om erbij te hebben. Zo, en dan hebben wij de arrows nodig om die te schieten. Oh, die, nu, come on, get down. Dankjewel. En nu gaan ze als het goed is weg. Ik zie trouwens dat hier een foutje zit. Volgens mij hadden ze allemaal aan moeten gaan. Oh, nee. Sorry, ik zat even aan mijn kind te krabben. Hallo, skeleton met iron ingot. Hallo. Dank u wel. Iron boots. Hey, dat is even chill om te hebben. Ik denk dat dat wel echt even chill is om te hebben erbij. Dus ja, dan gaan we maar gewoon weer even naar beneden hier. Want als het goed is, zullen we dus hier ook nog naar links. En dan hebben we hier nog een battle. Oké. Dat was een fout. Even hier weer omhoog. Zo. Ik wil niet... Oh, wacht eens even. Hallo, zombies. Hoe is het ermee? Wel smerig hoor, hier een beetje blijven hangen, zeg maar. Toch wel een beetje smerig, maar ja. Arme kurt, hallo. Oké, get wrecked. En dan even hier zo, plop. Arme kat, dat faalde. En dan nog een keer proberen. Hier hebben we Arrows Isle uit. En nu nog een keertje. Nou, come on. Ik kan er niet bij. Oké, fuck dat. We verliezen daardoor uiteindelijk heel veel health, dus dat willen we niet. Oké, zo. Dat is helemaal goed. En dan de pressure plate. Hoppatee. En dan gaan wij nu weer een nieuwe battle starten. Tegen skeletons. Oh nee, dit worden allemaal range dingen. Oh shit. Nee.
Ik schiet mis door die skeletons die mij schieten. Oh, en nu hebben we geen arrows. Are you shitting me? Are you shitting me? Hoe kunnen we hierbij nu? Oh, nee. Oh, shit. Nee. Ik wil hierbij. Ja, dank u. Je kan ze slaan als het goed is. Ah, come on. Come on. Get over. Oh, hallo. Hallo. Oké, we worden ondertussen beschoten terwijl we deze moeten aanpakken. Yes, oké, we hebben hem. En nu weer weg. Nu weer weg. Come on. Yes. Oh my god, en dan zijn we hier. Uit. Nice. Cool. Oké, en nu moeten we dit ding dus in het ding doen. Ah, ik weet de namen niet. We moeten de golden en de iron, de tributes, moeten wij in de... Oh! Dan moeten we in de... Hoe heet het? Hoppers doen. Sorry, ik verspreek me echt helemaal. Oh, nee. Oh, wacht. Why have you summoned me? I will not let you pass. Oh, maar nee. Maar skeleton, meneer. Laat mij passen. Alsjeblieft. Ik heb je toch niks aangedaan. Hij doet mij niks. Oh shit. Oké, ik krijg nu wel skeletons. En ik hoor blazes. Ik weet niet of dat hoort. Maar het zal wel. Get wrecked. Yes. Oké. En nu moeten wij hier... Give up. Concede. Your journey ends here, hero. Dat zegt Ossibus. Dat is waarschijnlijk hij. Oh, we hebben hem. Oh, hebben we iets... We hebben iets eruit gekregen, toch? Heel snel golden apple eten. Ik ga dood bijna. Ik ga bijna dood. Dat bedoel ik te zeggen. Ah, yes. Oh, we hebben hier nog golden apples. Are you kidding me? We hadden al die... Oh, dit is een nieuwe... Of is dit... Hè? Oké. Nee, oké, laat maar. We hebben hier een key. Dus ik denk dat we die hierin moeten gooien. En dan hebben wij iets nieuws geopend. The room is still. The air grows cold. You must go deeper. Maar ik wil niet dieper. Ik ben bang om daarin te gaan. Want het is een beetje van... Je wil hier weg, toch? Neem ik aan. Je wil hier weg, of niet? Ik weet het niet. Oké, laat me hier even eerst een rondje lopen. En wat we dus moeten doen... We moeten die buttons raken, sowieso. Sowieso. Ik zit even te kijken van wat zit daar nou. Maar we moeten sowieso de buttons raken. En we kunnen daar niet bij komen. Shit. Nee. Oh, nee. Oké, ik weet niet of we dit gaan redden. Oh, my god. Nee, dit gaat fout. Oh, nee. Nee. Ah, goddammit. Oh, jezus. Holy shit. Oké, dat was een donderslag. Dat was best wel luid. Rip oren. Oké. Nou, nu zien we... Oké. Oh, nee, we moeten niet terug. Volgens mij stonden we erop. Maar dat is heel dom. Oké. Hebben wij ergens arrows? Kunnen wij ergens arrows krijgen? We hebben hier twee arrows. Maar dat hebben we van de skeletons. En voor de rest staan hier... Hey, de feesten zijn hervuld. Dat is even handig. En nu zijn de mobs weg. Huh? Oh, we hebben gefaald, maar de mobs zijn weg. Wat is dat stom? Ik dacht dat we moeten gewoon alles weer aan. Maar ik weet niet of dit een foutje is of niet. Oh, maar dit is stom zeg. Ik had eigenlijk wel willen battelen ertegen. Nu ik eerlijk ben. Maar hey. Stomme dingen gebeuren. Oh, nee. Ik blijf falen in parkour. Het wordt nooit succesvol. Oh my god. Are you shitting me? Come on. We got this. Yes! Parkour finished. Boom. En we hebben een dungeon key. En die moeten we hier sowieso ingooien. Plop. En dan gaat de rest zo weg. Awesome gedaan. Oké, we hebben heel snel even hier die checken dingen. En dan hebben we 7 golden apples nu. Heel even snel nog de andere vines of de andere droppers. Oh, dit zijn droppers nu. Het zijn niet eens meer faces. Het zijn droppers. Leuk gedaan. En we hebben hier een ding wat wij moeten plaatsen. Of iets om in te gooien. Maar dan weet ik niet wat wij erin moeten gooien. Dus dan moeten wij waarschijnlijk eerst hierheen. Want hier kunnen we wel heen, want hier zijn alleen cobwebs. Eigenlijk is het heel dom trouwens dat ik zeg maar alleen de middelste weg haal. Want je kan beter de rechter. Want dan heb je nog een muur waar je tegenaan kan springen. Daar dacht ik laatst wel zo even aan. Want ik denk altijd even goed na voordat ik een opname hiervan start. Hallo. Oh my god. Ga weg. Doei. Oké. En dan hebben we hier een dingetje waar we... Oh, dan hebben we een boss idol. Oh jee. Willen we die hebben? I don't know. Maar we gaan gewoon door. Oh, kijk eens even. Wat interessant. Oh my god. Oké, we kunnen hier dus dingen weghalen of plaatsen. Geen idee. Hallo. Spin, ga weg. Oké, heel snel even hier doorheen. Want ik denk niet dat hier de boss is. En we zitten vast in de cobweb.
Doei. Heel snel cobwebs lopen. Nee, en dan slaat me in één. Oh nee. Poison. Oké, heal up. Oké. Oh my god, we zitten nu in een soort van riool. Ik weet niet wat dit is. Oh, er spannen allemaal skeletons. Nee joh. Oh nee, shit. Dan moeten we ze allemaal neerhalen. Volgens mij. Oké, hier zitten ook nog arrows in als het goed is. Juist. Ik zou wel verwachten dat er arrows in zaten namelijk. Dat lijkt mij het meest logische als je tegen skeletons moet vechten. Dus ja, laten we maar gewoon doorlopen. En even kijken, hier hebben we niet zo heel veel. Hier hebben we ook niet heel veel. We moeten dus de boss idol doen. En volgens mij, ja, ik zie het al. Ik zie het al. We moeten de skeletons killen. En daarna moeten we op de, hoe heet die dingen? Redstone blocks moeten wij schieten. Oh my god, dit is niet te doen. We hebben 3 skeletons die op ons schieten. En, oh my god. Oh my god. Nee. Doei skeleton. Ik mag je niet. Ik mag je niet. Oh, ik schiet mis. Wat dom. Oké, nu moeten we dus helemaal terug zwemmen. Oké, ik ga ook maar denk ik een Potion of Regeneration hierna gooien. Want dat hebben we denk ik wel nodig. Even kijken. Hier dus een arrow. Hier dus een arrow. En hier. Plop. Het geeft ook gelijk een beetje belichting. Dat is wel heel fijn om te hebben. En dan gaan wij hier even... Ik hoop dat we genoeg arrows hebben. Ik hoop het zeer. Anders worden ze volgens mij wel bijgevuld. Die dingen als ik ze niet heb. Maar we hebben genoeg arrows, dus dat is goed. Plop. Oké, nice. En ze worden niet bijgevuld helaas. Maar we hebben hier als het goed is een deur open gemaakt. En als ik dat niet verkeerd heb. Ja, hij is open. En hier zit allemaal bos dingen. Jongens, in ieder geval, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. In de volgende aflevering gaan wij dus verder, gaan wij nog dieper de dungeons in van de Temple of Nox. Ik had trouwens hele leuke reacties gekregen, dus dat vond ik allemaal super vet. Dan wil ik jullie vragen om een duimpje omhoog te doen. Abonneer natuurlijk even op Potje McCraftia, abonneer natuurlijk even op mij. Mijn naam is Duncan, kanaal link staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer. Peace!